Gerrit, je verslikt hier net. Probeer eens wat krachtiger te hoesten. Ja, lukt het nog krachtiger? Ja. En slik nu nog eens. Er zijn een aantal dingen die zijn mij opgevallen net tijdens het eten en het drinken. Wat heel goed ging bij het brood eten, is dat je stukje voor stukje nam. Dus je nam pas een volgend stukje toen je mond leeg was. Dat was heel goed. Bij het drinken viel me op dat je af en toe een wat grotere slok neemt. En dat je het ook een beetje naar binnen zuigt. Zo. Herken je dat, dat je dit doet? En daardoor verslikte je ook net. Dus probeer, als je je verslikt, probeer dan wat krachtiger te hoesten. Jij deed dit, een beetje kuchen. Maar probeer heel krachtig te hoesten. Want dan kan je het namelijk heel goed corrigeren. Ja. Zoals je ziet is het slikprobleem een van de meest voorkomende stoornissen bij Huntington. Bijna iedereen krijgt ze in de loop van de ziekte. Daardoor zie je dat mensen steeds meer moeite krijgen. Ondanks alle aanpassingen en aanwijzingen en toevoegingen in het dieet om op gewicht te blijven. En zonder voeding, dan wel tijdelijk, dan wel chronisch, kan een hele goede ondersteuning zijn bij het in een goede conditie blijven en op gewicht. Hoe vind je het nou om hier te wonen? Nou, ik ben nou wel een beetje gewend, maar ik moest wel eerst wennen. In het begin, hè? Ja. Waar moest je vooral aan wennen? Dat alleen was. Ja, om hier alleen te zitten, dat is zo moeilijk. Maar ja, mensen kent. Dat is het te erg. Ja. En aan je medebewoners? Ja. Dat moest ook weer aan wennen. Voordat ook confronterend? Ja. Ja? Ja. We hebben het wel eens over gehad, hè? Ja. Dat het best wel moeilijk is om te zien. Ja. Ja. Nou, maar daar raak ik ook wel aan gewend. Ja. Op een gegeven moment zie je dat ook niet meer zo. Nee, nee. Zie je opeens dat mensen opeens gewoon mensen zijn. Ja. 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 Dan zie je de bewegingen en de geluiden die... Ja. Ja. Of dat heb ik zelf, die zie ik niet meer. Ja, nee. Nee. Waarom doe je dit werk? En dat waarom? Dat ik het heel interessant vind. Ja. Ik vind het... Huntington is heel breed. Ja. Hè? Mensen hebben of psychisch of lichamelijk of allebei er last van. Ja. Ja. En geen één dag is hetzelfde. Ja. Maar ik vind het ook wel heel lastig. Want als ik een band heb met iemand. Ja. Wij hebben ook wel een band. Ja. En op een gegeven moment gaat iemand achteruit of iemand overlijdt. Dan is dat wel heel moeilijk. Ja, echt toch. De muur zitten, denk ik. Ik zal ze even bij langs gaan naar de Zenk, de psycholoog. Sjane, de diëtiste. Kiona de AB, voor jou helemaal bekend, ja, denk ik. Ja. Mariska de ergotherapeut. Yvonne de fysio. Ja. Michael en Maaike de logopediste. En Marco de dokter. Ja. En ikzelf ben de teamleider van de afdeling. De fysio, kijken jullie met hem mee? Ja. Gisteren heb ik 3 testen gedaan bij Gerrit. Daar gaan we. Loop maar mee. Waarom wij net op de loopband hebben gelopen, is omdat we dan oefenen dat je met je voeten op een smal stuk moet blijven. Probeer goed met je voeten in het midden te blijven. Als je buiten loopt, dan heb je vaak wat meer ruimte. Dit maakt het dan extra lastig. De snelheid is 2,5 km per uur, omdat je dan gewoon prettig en goed kunt lopen. Probeer de pionnen helemaal niet aan te raken. Ja. Hoe vond je het gaan? Ik vond het wel goed gaan. Ja. Goed gaan. Ja. Ja. Wat vond je met name goed gaan? De slalom en de 2 stokken. En de 2 stokken. Had je op de terugweg door dat je wat vaker uit balans raakte? Ja. Ja. Enig idee hoe dat kwam? Ja, je ziet verkeerd stap. Je maakt een misstap. Ja. Ja. Wat kun je mij eens vertellen? Hoe het met het lopen gaat en hoe je dat doet. Ja. Hoe doe je dat bijvoorbeeld binnen? Binnen zonder water. Ja. En hoe gaat dat? Dat gaat buiten. Goed. En buiten? Buiten doe ik met
Raar. Met een rollator. Nee. Waarom doe je dat? Veiligheid. Ja. Veiligheid, ja. 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 Martijn, maar jij, wat vind jij hiervan dat pap opgenomen is? Want eerst in het begin vond je het niks. Nee, ik vind het sowieso... ik vind het niet natuurlijk dat je vader weg moet brengen. Ja, dat blijft, hè? Ja. Vooral als hij weggaat. Ook al zit hij wel, we zitten hier wel in goede handen, maar toch heet het liefst thuis. Ja. Absoluut. Vind ik, hoor. Ja. Nou ja, 7 jaar geleden, toen kreeg ik verkering. Eerste half jaar wist ik eigenlijk helemaal van niks. Ik zag wel wat, ik zag dat er iets was, maar ik wist niet dat deze ziekte er zat. En toen heb je me dat verteld. Ja. Ja. Ik heb altijd gezegd tegen Berry en Martijn, als jullie een vriendin krijgen, moet je het direct vertellen. Oh. Ja. Want dan kunnen ze altijd nog kijken wat ze ermee willen. Hè? Ja, Martijn die heeft daar een half jaar mee gewacht en toen kreeg ik het te horen. En ja... Maar ja, hij was maar alles. Daarom. Was ik dat? Nog steeds. En nog steeds. En ja, dan kies je er toch voor om ervoor te zorgen. Ook al heeft hij het, ik heb er gewoon voor gekozen. Samen een huis gekocht. Ja. Dus... Mooi huisje. Ja. Onnie. En een blok aan die been. Ja. Als je dat huis ging kopen, had je nog problemen met de hypotheek of had je daar weinig moeite mee? Nou, met de hypotheek niet zozeer. Maar we hebben nu vooral een probleem om een bepaalde verzekering te krijgen. En dat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dan moet je een gezondheidsverklaring voor invullen. En daar moet je dus ook invullen of je een erfelijke ziekte kan hebben. En nou zijn ze... We hebben het nog steeds niet voor elkaar. Het lukt gewoon nog steeds niet om dat voor elkaar te krijgen. Nou, want je krijgt geen verzekering of je moet gewoon hoge lasten gaan betalen? Inderdaad. Ja, ze willen de premie omhoog gooien. Ja. En dan word je nog niet eens daarvoor uitgekeerd, als jij die ziekte dan krijgt. Want dan zeggen ze, dat wisten we al, daar gaan we niet voor betalen. Ja. Dus eigenlijk hoef je hem niet af te sluiten dan, denk ik. Hoe gaat het nu met het eten dan? Heb je al wat lekkers gehad? Gisteren aan Nebia. Oh ja, over kinderen. Daar heb je het heel moeilijk mee, hè? Ja, het is toch erfelijk. Ja. Maar je kunt nu naar... Hij kan zich laten testen. Dat kan, maar ja, daar wil ik hem niet in bedrukken. Ja, het is toch de kinderen die je ooit krijgt. Hopelijk. Maar je kunt nu naar... Limburg, zeker, hè? Ja, klopt. Ik heb nu een nieuw boek gekregen van de contact van Huntington. Er staan heel verhalen in, die zal ik je laten lezen. Ja. Maar er staan ook verhalen in over een meisje die net zo oud als jou is, die ook graag kindjes wil. En dan kunnen ze toch het goede zaadcelletje eruit halen bij Martijn en bij jou inplanten. Dan wel 4 keer over moeten gebeuren, maar... Ja, dat moet dan maar. Dat geeft niet. Nee, je kiest toch voor je kinderen. Als hij het heeft, je wilt toch dat je kinderen gezond zijn. Tuurlijk. Dan maar... Op een minder leuke manier zwanger worden. Als ik dat geweten had, had ik het ook zo gedaan. Maar dat was er toen niet. Nee, maar die kans heb je nu wel. En dat zal ik dan ook zeker doen. Absoluut. Sta ik helemaal achter, hoor. Dat je dat doet. En ik hoop Martijn ook. Sta je er ook achter dat je het zo wil doen? Nou, eerst testen. Ja, toch wel? Ja, eerst testen. Dat is je eigen keuze. Als het biologisch kan, is dat veel mooier dan als jij via zo'n spuitje alles moet doen. Ja. Het is jullie gedachten en jullie moeten doen. Ik kan er niks over zeggen. Ja, die stap om te testen, hè? Ja. Die is groot. Daar heb je veel moeite mee. Hè? En dan? Ja, dat is toch moeilijk. Nee, joh. En dan? Dan weet je het. Nou, kun je feest bouwen of je kunt de vlag half stok hangen. Ja. Maar je kunt wel een biertje drinken. Weet ik dat jij aan mij en onze liefde zal altijd bestaan.
nooit zal die vergaan. Ja, altijd zal die er zijn. Je bent bij mij. Ben bij mij. Hier, daar en overal. Ja. Ja, mooi uitje. Mooi, hè?